Het onderwijs in het binnenland is voor 95% opgestart. De veranderingen voor het nieuwe systeem van het onderwijs zijn volgens minister Marie Leevens in goede aarde gevallen. Zij gaf dit gisteren aan op de openbare vergadering van de Nationale Assemblée. Alle kinderen van de kustvlakte zijn ingeschreven, zegt de minister. Maar ook in het binnenland heeft elke vierjarige een plek gevonden en dat is een nieuw fenomeen, benadrukt de bewindsvrouw. In het binnenland G1 uitgezonderd. Dat is vrij nieuw, meneer de voorzitter. Voor het binnenland is besloten om het onderwijs voor deze vierjarigen in de dorpen waar er geen school is, aan te bieden. Vele vierjarigen gingen niet naar school omdat de weg naar school te lang duurde of te gevaarlijk is. Een speciale taskforce heeft dit probleem in kaart gebracht en zijn een plan om de kleuterklas naar het dorp te brengen aan het uitvoeren. We hebben geen geld, maar de lokale bevolking, zullen kleuterhutten gebouwd worden daar waar wij het kleuteronderwijs naar het dorp zullen brengen. Voor de leerkracht wordt een containerwoning in elkaar gezet. Het zijn hele kleine minischooltjes, maar de vierjarigen zullen naar school gaan. En heel belangrijk, zij, die vierjarigen, mogen in hun eigen taal leren tot ze comfortabel genoeg zijn om een voor hun vreemde taal erbij te leren. Het zal even duren voordat het plan helemaal is doorgevoerd, maar er is een begin gemaakt en de spirit zit erin, zegt Leevens. Wij gaan niet langer wachten. We gaan die schoolhut bouwen en alle kinderen beginnen in de eerste klas, ongeacht hun leeftijd. Weliswaar blijven ze in hun eigen leeftijdsgroep en is het curriculum afgestemd op hun leeftijd, omdat we ook 11-jarigen en 15-jarigen in de eerste klas van de lagere school zullen hebben. We hebben geen geld, maar we gaan voorlopig met de kapitein, de gramang en de bevolking van het dorp en sponsors en NGO's in zee. Mijn staf zal bewijzen dat het kan om voor het eerst een school in Amatopo en Koruni te hebben, met of zonder geld. Het nieuwe schooljaar is dankzij de ervaring van het afgelopen schooljaar goed gestart. 95% is goed opgestart. De laatste leerkrachten vertrekken van de week nog naar de districtie Paluini. Dan is het binnenland volledig opgestart, gaf minister Leevens aan.